Nou, Danny, dit is het droomscenario, of niet? Nou ja, vooraf gingen we hier naartoe om te winnen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik had gehoopt van tevoren dat we het qua spel anders hadden ingevuld. Ik had gehoopt dat we wat meer aan het voetballen toe zouden komen. Ik denk dat het qua voetbal een matige wedstrijd was van beide partijen. Maar oké, als het dan voetballend een keer niet lukt, dan moet je zorgen dat je de punten pakt. En dat hebben we gedaan. Nou, ik had inderdaad hoge verwachtingen toen jij zei 3 man achterin, lekker veel risico's. Maar dat kwam er niet helemaal uit. Sowieso die eerste helft niet. Nee, ben ik heel met je eens. We speelden inderdaad met 3 verdedigers, maar we kwamen totaal niet aan het voetballen. Ik vond Katwijk de bovenliggende partij in de eerste helft, zonder dat zij grote kansen kregen. Zijn ploeg hadden het beide verdedigend goed voor elkaar. Maar oké, ik had meer verwacht van mijn ploeg aan de bal. En ik moet zeggen, naarmate de tweede helft vond ik wel dat wij de bovenliggende partij werden. En dan ja, met onze kwaliteiten dan zijn we dreigend. Ja, dan is het comfortabel als het minuut 20 voor tijd 2-0 staat. Ja, absoluut. En dan weet je dat zij nog meer ruimte gaan weggeven. En dan krijgen we ook nog 1 of 2 kansen op de 0-3. Die we misschien beter moeten uitspelen of moeten maken. Maar oké, al met al, ik ben blij dat we de tweede helft ook nagenoeg niks hebben weggegeven. Dus Katwijk heeft weinig kansen gehad om terug te komen in de wedstrijd. Dus ja, dan gaan we lekker met 3 punten de bus in. En volgens mij was het vorig jaar rond deze tijd al de strijd om jouw favoriete best of the rest. Die nummer 2 in die tweede divisie. Nou, nu totaal niet, hè? Nee, ja, Katwijk staat er nog steeds riant voor, hè, met naar ons 6 punten. Ik weet niet wat de rest heeft gedaan, maar... Nou, Rijnsburg heeft gelijk gespeeld. Ja, dus 6, 7, 8 punten staan ze voor op de rest. Oké, de druk ligt toch bij de anderen. Die moeten blijven winnen. Maar oké, Katwijk weet ook als ze nu nog een keer een misstap begaan, ja, dan kan de rest wel echt dichtbij komen. En jullie zitten in de lift. Volgende week een makkie, Jong Sparta? Ja, alhoewel ik niet weet of wij die gaan spelen. Binnen de club is al 8 weken iets raars aan de gang. Dat een aantal mensen binnen de club vinden dat A1 op het hoofdveld moet spelen. Ten koste van eerste elftal spelers. Dus ik ben benieuwd of de groep dan zoiets heeft van wij gaan die wedstrijd spelen. Of dat ze zeggen, weet je wat, laat de jeugdvoorzitter lekker op de bank zitten. En stel A1 op tegen Jong Sparta. Ja, dan sluit ik me volledig aan bij die jongens, want ik sta achter ze. En dan gaan wij vanaf de tribune kijken hoe de jeugdvoorzitter en A1 het er vanaf brengen. Maar even uitleggen, de A1 moet op het hoofdveld spelen. Dat is op hetzelfde tijdstip als dat jullie tegen Jong Sparta spelen, of wat is het? Nee, dat is ervoor. Maar we hebben daarvoor een oefenwedstrijd gepland voor jongens die terugkomen uit blessures. Nou ja, dan lijkt het mij logisch dat jongens die terugkomen uit maandenlange blessures, dat die gewoon op een goed acceptabel veld hun wedstrijd kunnen spelen. En dat dan de A1 op een bijveld gaat spelen of op een ander tijdstip. En als je daar ook al 8 weken mee bezig bent om dat te regelen binnen de club, hè, dan kan je denken in problemen. Je kan ook met elkaar denken in oplossingen. Nou, bij ons zijn er een paar mensen die graag denken waarschijnlijk in problemen. Dus ik ben benieuwd hoe de groep daarop reageert. Maar dat die spelers daar niet blij mee zijn en uiteindelijk dan ik ook als trainer, dat lijkt me duidelijk. Dus het kan zomaar zijn dat jullie in een soort staking gaan? Ja, staking. Als ze zo graag willen dat A1 op het hoofdveld speelt ten koste van spelers van het eerste. Ja, oké, dan gaan we lekker A1 laten spelen. De jeugdvoorzitter op de bank en dan gaan wij lekker toekijken. Dan is het goed. Als dat de prioriteiten zijn van de club, dan sluiten wij ons daarbij aan. Wordt vervolgd. En wordt zeker vervolgd. Ja, wanneer wil je uitsluitsel? Ja, dat zal volgende week zaterdag duidelijk zijn. Laten we hopen dat het al eerder opgelost is. Maar hebben ze al 8 weken de tijd voor gehad. Dankjewel.